We zijn nu bij tipo de pregunta personal. Persoonlijke vraag. Nogmaals een andere vraag waar je het antwoord niet hoeft te gaan zoeken in de tekst. Die inferentieel, die pregunta inferentieel, wat je al hebt gezien, dat is dus de tweede video, die pregunta inferentieel. Vandaar die en literaal, daar kan je eigenlijk echt, moet je echt gaan zeggen, je moet het antwoord vinden in die tekst. Maar bij die andere vraag, zoals vocabulario, generaal en nu personaal, hoef je het antwoord niet te gaan zoeken in de tekst. Het is een beetje algemene kennis. En het is een persoonlijke vraag. En je vraagt je nou af, een persoonlijke vraag, maar dat is toch persoonlijk? Is toch iets dat ik persoonlijk vind? Ja, klopt. Maar de vraag wordt zodanig gesteld dat je geen keuze hebt om het antwoord daar aan te kruisen. Als ik je bijvoorbeeld zeg, als iemand je steekt of iemand je klapt, ben ik blij. Bestaat niet. Iemand klapt je, je wordt boos of je voelt een bepaalde manier dat dus niet positief is. Toch? Dus dan zie je hier bijvoorbeeld het woordje hebben we gedaan, genomen alegria. Komt voor in regel 3, alegria. Je zit hier, toe. Muestras. Dus je ziet hier, tu muestras. En je ziet nogmaals, en je ziet dan te. Dus wat zijn andere modellen die we kunnen gebruiken voor een persoonlijke vraag? We hebben bijvoorbeeld afirmación hecha en la segunda persona singular o en primera persona. Dus het kan dus in de eerste persoon zijn of in de tweede persoon kan die vraag gesteld worden. Bijvoorbeeld als het in de eerste vraag is, bijvoorbeeld, want meestal die MC-vragen zijn dus in een constructie, een zin, een stam. Ja, zo noemen ze het, een stam, toch? En dan moet je dus dan aanvullen aan de hand van dus het juiste antwoord. En soms kan het zijn, bijvoorbeeld, laten we zeggen, we zouden deze vraag nemen. Yo muestro alegría cuando una persona me. Dan zie je yo en me, dan weet je sowieso, dat is een persoonlijke vraag. Hier in deze, in dit werk, zien we dus dan tú muestras cuando una persona te. Je ziet tú, te, tú, tus. In elk geval een beetje heb je indicatie met dat model dat het dus dan een tú-vorm is, een jij. Het is een persoonlijke vraag, het wordt gesteld aan jou. En het geeft zo, en die alternatieven zijn zodanig dat je niet kan gaan kiezen voor een antwoord dan alleen dat antwoord. Ik geef een voorbeeld. Kijk hier. We kijken naar tu muestras alegría cuando una persona te. Wanneer dus iemand te admira. Somebody admires you, toch? Je kan bijvoorbeeld zeggen B, engaña. Wanneer iemand je voor de gek houdt. Alegría? Is het blijdschap? Alegría? Nee. Ignore, wanneer iemand je juist niet naar je kijkt. Ignore, je ziet het Engels woordje ignore. Nee, dat zie je ook niet daar. Roba, wanneer iemand je besteelt. Ben je blij, is het blijdschap? Nee, ook niet. Dus het enigste antwoord dat je daar kan plaatsen is admira. Dat is dus dan A, het antwoord, admira. Ja, dus op die manier doen we het.